Ja, maar nu zijn ze gaan het overdrijven, hè? Oh, oh! Dankjewel, hè. Maar goed, hè. Oei. Dat gaat nu wel een flinke cent kosten, hè. Maar eens kijken. Hij heeft hem toch niet gebruikt, hè, Fernand? Dat is wel een Louis XIV, hè. Die heeft nog in het paleis van Versailles gestaan, hè. Fernand, in die tijd hadden ze nog geen wc's. Ah, wel. Juist daarom. Dat hem zo zeldzaam is. En kijk, ze. Dat is helemaal beschadigd, hè? Ja, ja, maar wie zet nu zijn wc-pot op een voetbalveld? Moment, momentje. Dat is in feite het veld nog niet. Die pot staat op mijn grond, hè? Ah, dus dat is eigenlijk potgrond. Zeg eens, gaat nog zeggen dat het veld ook van u is? Jawel, nu dat ik het zegt, hè? Mijn grond die loopt tot aan de paaltjes. Welke paaltjes? Die met die vlaggetjes op. Zie je andere paaltjes? Die korte vlaggen? Die zijn van ons. Jawel, en alles erachter is van mij. In feite, hè, zou ik uw goal kunnen in beslag nemen. Nou, kom aan, daar gaan we geen woorden aan vuil maken. Hè? Era. En met een wc? Fernand, je kunt de pot op. wat ga ik er doen? Ja, ons een balpakketje. Uw bal? Mijn een bal. Fernand, doe niet onnozel, hè. Dat is hier privéterrein. Wat blijft? Verboden toegang voor onbevoegden. Wie woont er boven u, denk je? Oeh. Ah, ja. Fernand Paul woont toch daar, ja. Dus die is wel bevoegd. Mm. Als huurder wel, maar als kampioen niet. En nu is hij kampioen. Nee. Maar om u te tonen dat ik geen onmens ben, kunt je die bal van mij kopen voor 5000 frank. Maar jongen, dat is schandalig. Ah ja, zo'n bal dat kost maximum 500 frank, hè? Dat is een schoon gest. Ondankbare. Oh, toch spijtig dat we vroeger moesten stoppen, hè. Voor de ene keer dat ik in reuzenvorm was. We zijn die vorm zoeken. Kom, dan gaan we naar huis. Het is al over. Mannen, het moet wel gedaan zijn met die pesterijen van Fernand. Hè? Als hij nu denkt dat hij met ons voeten kan blijven spelen. Of met ons een bal. Hij moet niet denken dat hij mijn goal kan afpakken. Nee, dat is toch geen slecht idee, Sjoeke. Oh, nee? Als je geen goal niet meer hebt, kun je ook geen ballen niet meer binnenlaten. Hè? Ja, maar lach er maar weer al mee. Maar nee, ik wil nu, hè, dat er duidelijkheid komt over ons veld. Hè? Ja. Want anders... Ja. Bonjour, le copain. Bij Berk. En de nogal zet voor mijn poulet. En ik kom je op. Dat is Dirk de Vries. Dirk zit bij mij op stage. Oh, en wat gaat hem leren? Vrouwen ambeteren en klinken repareren? Miss Porto, Dirk zit voor landmeter. Hè? Ja, ik ga hem een keer het voetbalveld laten opmeten. Dan is het voor eens en altijd duidelijk wat van wie is. Hè? Want, Allee, wat een toeval. Zeg, als je dat op een tv laat zien, dan zeggen de mensen het is erover. Ja. Het komt in ieder geval heel goed uit. Wanneer begint je eraan, meneer? Misschien dat... Kom maar, een pistool. We moeten u hier niet sederen, hè? Dat is hier allemaal simpel volker. Het is te zeggen, ik weet het niet. Misschien dat. Amai, wat een rare! Zeg het maar, hè? Ja. Ik hoop dat hem beter kan meten dan spreken. Dat is plezant, Carmen. Heb je weer een nieuw slachtoffer gevonden? Ja, we kunnen toch niet altijd met uw gespierde stilo lachen, hè? Of met mij? Let maar niet op hen. Ik ben Bieke. Ja, ik ben... Dirk. Welkom bij de kampioenen. Amai, ze heeft weer een goeie gevonden. Oei. Tjoh, als die mossel het veld moet meten, dan gaat er zelfs geen plaats meer zijn om mini-voetbal te spelen. Misschien heeft Bieke gelijk, Carmen, en moet die jongen nog loskomen. Hè? Oh ja, en als het van Bieke afhangt? Wat wil je daarmee zeggen? Allee, Doortje, je hebt toch zelf gezien hoe dat ze naar hem keek, hè? En hoe dat ze hem vastpakte? Oh, je bent aan het fantaseren, hè, Carmen? Allee, Doortje, als je met Markske nu pad moet koelen, is het toch normaal dat je iemand zoekt om te helpen blazen, hè? Ah, Bieke doet zoiets niet. Maar, oh,
mijn voeten. Oh, ja, dan moeten ze niet meer wassen. Hè, dat zijn wel nieuwe schoenen, hè. Oei, excuseer. Hela, kom jij thuis ook altijd zo binnen? Ik heb... Mijn vloer vuil gemaakt. En nu? Ja, maar ik wil... Ja, fixen. Ja, ik moet veel water gebruiken, hè, want dat moet hier proper zijn, hè. Dirk, wat zijn jij aan het doen? Ja, ik kwam met mijn voeten en... Oh, Carmen heeft u al liggen gehad. Nee, ja. Oh, Dirk, jij bent nogal niet zenuwachtig, hè? Ik? Nee. Maar je moet toch niet zenuwachtig zijn? Dat is nergens voor nodig, hè? Ja, dat is waar, maar ik ben nogal op mijn ongemak met andere mensen. Weet je wat jij nodig hebt? Je moet u leren ontspannen. En dan gaat alles vanzelf. Je hebt gelijk, maar hoe doet je dat? Ik zal u helpen. Hè? Kom, legt u neer. Nee, omgekeerd. Ja. Zo. Allee, ik ga u een massage geven, hè. Shh, rustig. Hey. Allee. Zie, dat is serieus stijf. Ja, dat is normaal. De eerste keer, hè, doet dat altijd een beetje pijn. Bij Mark was dat ook zo. Oh, zie, amai. Oh, dat is precies beton. Amai, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat is genoeg voor de eerste keer, hè. Ik zou niet willen dat je erin blijft. Open trekken, hè? Ja. Ah ja. Ja. Amai. Maar die poten moeten op de grond, hè. Ja. Zo. Oei. Wacht. Moet een beetje verder eruit. Hè? Verder eruit. Zo, hier de baan in de grond. Zo, ik ga binnen. Hallo. Oké. Zit hier vast. Ik heb het. Ja. Je bent vast. Wat is Markske? Problemen? Nee, net Fernand. De Dirk die gaat het veld opmeten. Oh, waarvoor is dat nodig? Dat is hier toch allemaal opgemeten? Je ziet de grenspalen toch? Ik weet niet. Allee, ik bedoel, ik wil zeggen, dat zijn toch geen... Geen wat, hè? Geen grenspalen? Je ziet dat je nog niet lang in de steel zit, hè, jongen. Natuurlijk zijn dat geen grenspalen. Dat zijn cornervlaggen. Ja, dat zei je toch, hè, meneer Fernand? Ja, maar Markske, laat mij eens uitspreken, zeg. Je weet toch dat ze op voetbalvelden... Dat ze dat cornervlaggen altijd boven op de grenspalen zetten, hè? Ja, dat wilde jij toch zeggen, hè, Dirk? Dat is wettelijk verplicht, hè, voor het milieu, hè? Zo spaart je palen uit en dan moet je minder bomen kappen, hè? Ja, dat zou wel kunnen, hè, Dirk. Ah, Markske. Aan het werken. Werken? Als je dat werken kunt noemen, ja. Prutsen, ja. Ken jij alles van Infernaal? Maar dat is... Schone vogel, hè? Ja, hebben we juist gevonden. Op ons veld. Ja, die was aan het zonnebaden, denk ik. Maar dat is Achille. Dat is mijn duif. Kan niet, Infernaal. Zeg, zat op ons veld. Is die toch van ons? Oh. Je kunt hem natuurlijk altijd wel van ons kopen. Kopen? Maar laat ons zeggen voor 100.000 frank. Maar dat is diefstal. Daar ken jij alles van, hè, Fernand? Ja. Xavier, meneer, is niet geïnteresseerd. Nee. Kom. Ola. Denk maar niet dat ik het hierbij laat, hè. Ik wil een kopie van dat plan. Xavier, het is oorlog, hè. Serieus? Waar? Voilà. Oh, zeg.
Dat Markske 2 daarbuiten is de boel serieus aan het verknoeien. Hè? Carmen, is het nu echt nodig om die jongen zo te vernederen? Dirk is gewoon een beetje verlegen. Maar dat niet alleen. Hè. Heb je hem al zien bibberen? Die heeft precies de ziekte van Pakistan. Het is toch niet omdat hij wat zenuwachtig is dat hij niet goed kan meten? Nee, uw mate zal hem wel al kennen. Hè. Wat wilt je daarmee zeggen? Niks. Carmen wil zeggen dat hem bij u niet zo zenuwachtig is, hè, Bieke? Oh nee, ik zal het type zijn dat hem ontspant, hè. Bij mij voelt hij zich op zijn gemak. Ja, dat zal wel zijn. En ik weet hoe ik dat moet aanpakken. Mark heeft mij trouwens ook een paar tips gegeven. Mark? Oh ja, Mark heeft toch geneeskunde gestudeerd? Hij heeft mij een paar speciaal technieken aangeleerd. Ik ben sprakeloos. Allee, dat is dan ook de eerste keer. Hey, Fernand! Wat zet jij nu aan toe? Jawel, alles wat op mijn grond staat, is van mij. En volgens dat plan is die grond hier van mij. Laat zien. Polken, daar kunnen we niks van. Nou, ja. Laat zien, zeg ik. Nee, zeg ik. Bo, dan ga ik met Dirk praten. Dat zal la duren. En jij wacht mij afbreken totdat ik terug ben, hè? Maar het zal me haasten. En? Wat ga je nu doen, Polleke? U uitnodigen om vanavond bij mij te komen eten. Serieus? En? Zeg, wat schaft de pot? Duif aan het spit. Amai, wat een puzzel. Zie, voor landmeter mocht je toch ook nog geen lopperik zijn, bij gedacht. Ik versta er dus de ballen van, hè. Laat mij eens kijken, meneer Boma. Doortje, als Balthazar Boma, PDC van de Boma Vleesindustrie en vee het nog niet verstaat, dan verstaat niemand het, hoor. Paul. Paul. Voorzitter. Er is een ramp gebeurd. Ja, hier ook mee gedacht. Serieus, voorzitter, zeg, de Fernand heeft heel onze goal afgebroken. Onze goal? Ja, hij zegt dat de goal op zijn grond staat. Op zijn grond? Dat zullen we nog wel eens zien. Volgens het plan wel, zegt dat is het plan hier? Ja. Wel, laat me dat maar eens zien, zeg. Ja, ik denk niet dat jij er wijs uit geraakt als zelfs meneer Boma er nog niks van begrijpt. Maar die schurk heeft nog gelijk ook. Hoe? Ja, volgens uw landmeter loopt de grond van Fernand tot aan de achterlijn. Wat? Ja? Hey, alles vanaf die achterlijn tot aan zijn een bouw, dat is van hem. Behalve die weg, ja, die is van u. Is die weg hier van mij? Dat wegsken is van u, meneer Boma. Dat is de E17. Ja, zeg nu nog dat ik geen mensenkennis heb, hè? Ja, het zou natuurlijk wel kunnen dat hij een Dirk juist gemeten heeft. Te veel in Bieke naar het decolleté gekeken, ja. Ik had dat toch nooit gedacht van Bieke. Markske zo bedriegen. Ik zou dat nooit doen, hè. Ja. Je moet ook eerst de gelegenheid krijgen, hè, Doortje. Hallo. Je moet niet praten van waar dat die komt, hè. Ah, Bieke, zo goed gezind. Van waar kom jij? Ja. Van de bibliotheek, waarom? En wat zet je daar gaan doen? Ja, boeken gaan halen, tje. Ik moet mij heel goed documenteren om Dirk te helpen. Maar ja, anders kan ik een trauma veroorzaken. Of een verrekking. Oh, ik dacht dat je al genoeg ervaring had in die zaken, hè? Carmen, je kunt toch nooit genoeg weten over het menselijk lichaam, hè? Maar is die en Dirk dat wel waard? Maar natuurlijk. Die jongen heeft gewoon een gebrek aan zelfvertrouwen. Maar een vrouwenhand, hè, dat kan wonderen doen. Ik hoop maar dat ze niet vergeten was. Hey. Oh, wacht. Hey. Nog. Nog. Hey. Oh. Mannen, hier is te doen, hè. Jongens, kom nu. Verdrien een bal nemen. Hop. Wilt jij mij een keer dringend doorlaten naar mijn eigendom?
Verboden toegang, Fernand. Gij komt er niet door. En waarom niet? Omdat dat hier bij de weg is. En op bij de weg zijn jij niet welkom. Maar dat kun jij niet doen. Jij moet mij doorlaten. Ik woon daar. Dan zou ik maar vlug verhuizen als ik u was. Dat zullen we nog wel eens zien. Baron, ik doe nu een proces aan. Pas maar op dat jij geen boete krijgt voor sluikstorten. En geef die spiegel terug. 5000 frank, meneer Fernand. Hé, Pascalke, geef Max een choco. Ja. Nee, geef er hem twee. Hij heeft ze verdiend. Dank u, meneer Bomer. Ja, voorzitter, wij hebben u toch ook gesteund? Maar wel werk, Xavierke. Hela. Maxke bevond zich in het heefst van de strijd. Ja. Maar, dat is lang geleden dat Xavier daar nog geweest is. Het is ook lang geleden dat ik nog zo gelachen heb. Ik denk niet dat Fernand daar hetzelfde over denkt. Allee, ik heb het spektakel weer gemist. Bang dat je niks hebt om over te roddelen, Carmen? Nee, Pascalke, ik hou mij daar niet mee bezig. Dat is meer iets voor Café Bazin. Maar als ik zou willen, Markske, hoe is het met Bieke? Waar is ze? Ze is weg met een Dirk. Ze gingen nog een beetje aan elkaar werken. Maar je gaat ermee akkoord? Ja, natuurlijk. Van een avond mag ik zelfs meedoen. Ah. Mijn dag kan niet meer kapot. Goedenavond. Is de genaamde Balthazar Boma hier aanwezig? Hey, Balthazar Boma. PDC van de Boma Vleesindustrie NV. Enchanté, poté. Alsjeblieft, meneer Boma. Wat is dat? Dat is een dagvaarding voor de rechtbank. Een dagvaarding? Oh, wie heb je nu weer lastiggevallen? Niemand. Ik heb toch niks misdaan. Dat mag u morgen aan de rechter vertellen, meneer Boma. Morgen? Ja, snel recht. Goedenavond. Ja. Snel recht? Hoe weet hij dat? Het Hof. Firmin. Firmin Voordekkers. Kent mij toch, van in de poesiekap? Zwicht gij. Dit is een grove vergissing. Mevrouw de deurwaarder leidt de beklaagde aan zijn plaats en leest de inleidingsakte voor. Zaak nummer 35.265, Kostermans versus FC De Kampioenen. Geschil rond een private weg met openbaar karakter waarvan klager het gebruiksrecht opeist. Dit wordt door de beklaagden betwist. Voilà, dat is duidelijk. Is de klager aanwezig? Bedrieger. Ferla, Kostermans, brocantier, antiquaire en slachtoffer. Om u te dienen, eerwaarde. Firmin. Meneer Mezuus, die vent als de bedreiger, die is helemaal niet geblesseerd, hoor. Het is een comedie. Hang hier niet de Pinochet uit, daar maak ik een kop. Daar recht, zeg ik u. Ik ga lopen, meneer de Zuus, je zult het zien. Balthazar, hou u in. Balthazar, meneer Boma, op uw plaats. Maar ik moet mij toch verdedigen, hè? Je ziet dat hij mij kent. Is het niet fantastisch dat wij mogen getuigen in de rechtszaal? Het is maar te hopen dat ik niks verkeerd zeg. Je moet gewoon zeggen wat je gezien hebt, Xavier. Ja, maar ik heb niks gezien. Oh, zeg dat dan, hè. Oh. Maar ik heb wel die een bal uitgeschot, hè. Zeg dat dat uitkomt. Dat kan toch allemaal geen kwaad? Nee. Die heeft Fernand gezien daar straks in zijn rolstoel? Oh,
Ze gaan mij in de bak steken. Maar nee, dat is toch allemaal komedie? Ja. Als die rechter dat maar gelooft. Anders kan ik mijn militaire carrière wel vergeten. Welke carrière? Oh, het is nu niet het moment om mij uit te lachen. Hè. Ik sta op springen. Serieus? Kun je daarmee niet wachten tot we thuis zijn, Sjoerd? Oh, Paul, dat is toch wel spannend, hè? Oh, het is te hopen dat de pers aanwezig is. Zie je mij al staan in al die gazetten? Oh, als de heer Roken zal zo fier zijn op zijn mamaken, hè? Ja, Carmen, ja. Zeg, misschien is de tv er ook wel. Hè? Denkt u? Oh, dan is te hopen dat ze mij van mijn beste kant filmen, hè? Kijk, zo ziet mijn kampioen eruit. Na de zwaarwichtige feiten erwaarde. Meneer Kostermans, je zei niet in de kerk. Tegen mij zegt je edelachtbare. He, eerwaarde, dat zegt je tegen de pastoor. Verschoning, edelachtbare. Maar dat is toch wel een klein beetje hetzelfde, nietwaar? Tegen u mag een mens toch ook niet liegen, hè? Jij moet nogal spreken. Ja. Ja. Nee, je mag zeker niet liegen, meneer Kostermans. Ah. Maar enfin, ik zie nog altijd niet wat uw kamion te maken heeft met deze zaak. Wel, ik zal het u uitleggen, edelachtbare. Kijk. Zo zag mijn kamion eruit voor de aanslag, hè. Dus piksplinternieuw, hè. 20 jaar geleden, zeker. Leugenaar. Ja. Stilte in de zaal. Meneer Kostermans, kunt je dat bewijzen? Bewijzen? Nee, dat kan ik niet bewijzen, edelachtbare. Maar nee, ik heb geen getuigen, hè. Je ziet het zelf. Ze spannen allemaal samen, hè. De kampioenen, dat zijn allemaal slechte mensen, edelachtbare. Eerst hebben ze die garagist weggepest. Dan hebben ze die kok weggepest. Allemaal eerlijke, hardwerkende mensen. Ja. En nu willen ze mij weg. Hè. Ja, ja. Maar luister hier, meneer Kostermans, schept toch wel een factuur van uw kamion? Nee, het spijt me, edelachtbare. Maar ik denk, die papieren zijn allemaal verloren gegaan tijdens de verhuizing. Ja, meneer Kostermans, dan kunt u hier komen vertellen wat je wilt. Maar zie me hier nu toch zitten, edelachtbare. Ik ben de rechtschapenheid in persoon. Een invalide bekend op mijn kwetsuren. Ja, laten we het daar eens over hebben. Ik vind in heel uw dossier geen enkel medisch attest. Dat klopt, edelachtbare. Ja, dat komt omdat een goede vriend van mij en tevens een vertrouwenspersoon, die trouwens al heel veel jaren ervaring heeft in de medische sector, mij advies en hulp heeft verstrekt. En daarom zou ik u willen vragen, edelachtbare, om hier als expertgetuige de heer Mark Vertongen te willen oproepen, alstublieft. Allee, vooruit. Mevrouw de deurwaarder, laat die getuige Vertongen maar binnen. Getuige Mark Vertongen. Pieke, ga Mark tegen Balthazar getuigen? Maar ik weet van niks. Dat niet. Zeg, Mark. Vertongen, dat vergeet ik niet, kameraad. Graag gedaan, meneer Boma. Meneer Boma, de getuige niet onder druk zetten, hè? Alsjeblieft, dokter Vertongen, alsjeblieft. Wie? Ik? Hij zegt dokter tegen Mark. Die zal de verkeerde bril op hebben, zeker? Dokter Vertongen, gij hebt het slachtoffer hier aanwezig onderzocht en verzorgd, ja? Ja. Nee, meneer de rechter. Ach, je hebt hem niet verzorgd. Jawel, meneer de rechter. Ach, je hebt hem wel verzorgd. Nee, meneer de rechter. Ja, maar wat is het nu, dokter? Heb je hem nu verzorgd, ja of nee? Ja, het is te zeggen, meneer. Ja. Wat was de vraag nu ook alweer? Dokter, heb je het slachtoffer hier aanwezig de eerste zorgen toegediend? Ja, ik heb een paar verbandjes aangelegd waar meneer Fernand zei dat het pijn deed. Ja, maar daarvoor, dokter, je hebt hem toch eerst eens grondig onderzocht, hè? Natuurlijk niet. Hoe natuurlijk niet? Ja. Heb je geen röntgenfoto's genomen of een hersenscan of zoiets? Ja, dat mag ik niet doen, hè? Ik ben toch geen een dokter? Wat liefde u? Ja, ik wou u dat daar juist al zeggen, maar... Ja, maar enfin, waarom zeg je dat niet direct? Ja. Getuigenis ongeldig. Mevrouw de deurwaarder, laat de volgende getuigen binnenkomen. Oeh, is het nu al gedaan? Amai, ja, dat is dat verdiend. Allee. Oh. Water en brood, hè, dat hou ik nooit uit. Je moet zo flauw niet doen. Getuige Carmen Waterslagers. Oei, het is aan mij, Sjoeke. Oh. Ligt mijn haar goed? Hè? Kom, mijn boelijke, kom. Ja, excuseer, pardon. Oh, hey, allemaal. Goedendag. Mevrouw Waterslagers. Ja, ja.
dat ben ik, ja. Kom, Sjoeke, kom. Allee, zeg eens goeiedag. Dag allemaal. Waar staan de camera's? Mevrouw Waterslagers, hier zijn geen camera's. Het is hier een rechtbank. Oh. Geen tv-studio. En daar is je plaats. Hier? Kom, kom, Sjoeke, kom. En mevrouw Waterslagers, wat is uw positie in deze zaak? Oh. En mijn positie? Ik zat, meneer de Edelachterbaar. U zat? Ja, bij coiffeus Francine. Onder de derde droger van rechts te beginnen bij de deur. Ja, maar af en mevrouw, ik heb dus niets van de feiten gezien. Ah, nee, hè? Edelachterbaar, aangezien ik bij coiffeus Francine zat onder de droger, hè? Ah, ja. Maar je moet niks geloven van wat Fernand hier allemaal vertelt, hè? Want het is een dikke bedrieger. Oh, dat vind ik niet gewoon van u, hè, madame Carmen. Alles wat ik voor u gedaan heb, zeg. Je hebt juist niks voor mij gedaan. Oh. Als mijn geld afgetrokken en mij gebeteerd. Ja, dat heeft dat gedaan. Ja. Mevrouw Waterslagers. Ja? Ja, wat heeft dit met de zaak te maken? Ja. Oh, dat weet ik niet, hè. Ah, maar waarom komt er dan getuigen in hemelsnaam? Omdat ik dacht dat de gazetten hier zouden zijn. En zo'n kans kan ik toch moeilijk voorbij laten gaan, ja, maar dan, kom, ga maar in de zaal gaan zitten. Dank u wel. Dank u, merci. Mevrouw de deurwaarder, laat de andere getuigen maar allemaal tegelijkertijd komen. Alle andere getuigen. Och. Ja. Hé, hey, nu gaan we zien of mijn werk met Dirk iets opgeleverd heeft. Huh? Ah ja, als hij het goed doet in de getuigenbank, dan is hem genezen. Hè? Ja. Oh, Sjoeke, doe het. Goed. Gij, de middelste. Wie zet gij? Waterslagers, Edelachtbare. Nog een waterslagers. Jezus, Maria Jozef. Nee, Xavier. Ja, meneer Xavier, en wat hebt gij met deze zaak te maken? Ik beken Edelachtbare en ik heb het gedaan. Maar gij hebt niks gedaan in onze lijst. Bekend, Edelachtbare. Bekend, stilte! Meneer Xavier, wat bekent ge? Dat ge de klager de toegang tot die weg hebt ontzegd? Nee, maar ik heb geschopt. Geschopt, maar het was niet expres. Je hebt geschopt? Je hebt de klager geschopt? Nee, de bal, Edelachtbare. Xavier, houdt u mijn tijd! Hij heeft mijn kreupel geschopt, Edelachtbare. Ik eis schadevergoeding 1 miljoen en een nieuwe kameleon. Als je niet braaf bent, vliegt alle twee de bak in. Ik ben wel het slachtoffer, Edelachtbare. Het kan mij niet bommen, meneer Kostermans, je bent verwittigd. Voilà. Meneer Xavier, blijf kalm, jongen. Je hebt dus tegen die bal geschopt. Ja, Edelachtbare, die bal daar. Ja, maar hij was aan het uittrappen. Xavier is onze keeper. Ja, maar allee, wie zegt hij nu weer? Ja, excuseer, meneer de rechter. De Tremmerie. Paul de Tremmerie. Ja, ik sta in het onderwijs. En ik ben ook de trainer van FC de Kampioenen. Ah, wat dus aan het voetballen met de klager? Nee. Ik heb mijn voetballen nooit van verleden. Ik speel met de duiven in de lachtbare. Ja. Met de duiven? Maar wat deed je dan op dat voetbalveld? Ja, wel, ik was op weg naar huis met mijn camion. Maar ik snap er niets van, mijn mannetjes. Zet u mij nu allemaal voor de naap aan te houden? Maar in tegendeel, in de lachtbare, ik wil gewoon 1 miljoentje... En mijn kamionnetje terug. Meneer de Zuus, mag ik nog eens iets zeggen? Ja, allee, vooruit meneer Boma, maar al wat kort, hè. Ja. Bon. Meneer de Zuus, mevrouw de deurwaarder, dames en heren. Misschien wordt het duidelijker als ik een recreatie doe van de feiten. Een reconstructie. Ah, maar ja. Ja, allee, vooruit. Bon. Kijk, Fernand stond daar. En ik. Ik stond hier. En plotsklaps komt deze bal uit de lucht gevallen. Op zijn kap! Oh! Oh! Ik zie de bedrieger is weg aan het lopen! Oh, zie die zeg! Ik kan lopen. Ik kan lopen. Dat is een mirakel. Dat is een mirakel. Meneer Kostermans, wat heeft dat te betekenen? Ah, ik kan lopen.
Dat is een mirakel. Ja, dat is een mirakel. Oh, 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 oh. Het is over. Oh. Het zal maar een klein mirakel geweest zijn. Ja, ik ben terug, kreupel. Ik krijg schadevergoeding. Pieter. Maar, stilte, allemaal. Is er dan niemand die iets zinvol kan vertellen over deze zaak? Hé? Allee, wie zit gij? Ik ben... Dirk de Vries. Dirk de Vries? Ah, ja. Gij bent de man die het plan heeft getekend, gezet, landmeter. Nog niet. Ik studeer nog. Ik aan het Hol, hoger onderwijs voor landmeters. Meneer de Vries heeft het plan voor zijn eindwerk gemaakt, meneer de Zuus. Maar uw docenten hebben uw werk nagekeken. En? Ik ben gebuist. Wat? Je bent gebuist? Dat wil dus zeggen dat uw tekening waardeloos is. Oh, maar dat maakt het mij gemakkelijk, hè? Dan wordt de hele zaak geseponeerd bij gebrek aan bewijs. En allemaal naar huis! En mijn camion? Het is hier geen circus, meneer Kostermans. De zaak is geseponeerd. Maar noemde jij dat rechtvaardigheid? Wacht tot ik minister Verwillingen tegenkom. Dat gaat u een beste dag nog niet zijn, hè. Laat maar, hè. Firma, tot in de pussycat, hè? En breng uw vriendin eens mee, hè, joh? Dit is allemaal beste. Bon. Om onze vrijspraak te vieren, daar, in Café de la Justice, tournée générale, kom, hè. Gaat jij niet mee, Bieke? Nee, ma, denk dat ik nog een beetje werk heb met Dirk. Ah, Bieke, mag ik meegaan? Oh, natuurlijk, schatje. Ik zal u alle twee zonder handen pakken, hè. Wacht maar, mannetjes. Fernand Kostermans geeft zich niet zo gauw gewonnen. Nu wacht op een bang, hoor. Dat is hier geraden, want ik ga hoger op, hè. Fernand, hoger op is wel langs daar, hè. Hooligan! Thank you.